ik had nooit geweten dat ik ooit nog eens in een Zeppelin zou zitten. Want het is natuurlijk al heel lang geleden sinds ze gevlogen hebben. Dit is de Goodyear Blimp, is een onderdeel van de Road Safety Tour 2011 van Goodyear. Hiermee vestigen we de aandacht op Goodyear. En vandaag in het bijzonder gaat het om een samenwerking met de Telegraaf. Hoe komt u hier terecht? Dat is een moederdagsgeschenk van onze jongste dochter. Zij heeft een slagzin ingeleverd en gewonnen. Dus zij heeft deze prijs gewonnen voor mij. Is het niet eng? Nee, absoluut niet. Alleen toen de piloot even met zijn koptelefoon aan het werk ging, toen liet hij alles los en toen danste helemaal boven Utrecht op en neer. Okay. Ik was het niet, maar wel apart, heel bijzonder. And what do you like about your job? I guess travel. It's like somebody gives you a three-dimensional sailboat and says, hey, go and see the world. We'll pay you for it. Heeft u al dingen gezien die u nou herkent? Ja, we zijn over ons huis gevlogen en vlak langs mijn kantoor. Zag u de mensen ook? Nee, dat was net iets te ver weg. Maar ze zullen de foto's wel zien morgen.